ja, als ik die lach op de gezicht zie bij alle judokatjes weer, dat is toch wel hartstikke mooi om te zien. We zijn hier bij judoclub Liemde, die zijn domicil heeft in Piers 10. Maar jullie zitten in een tent. Hoe zijn jullie ertoe gekomen om in een tent te gaan judoën? Nou, binnensport is sinds december alweer verboden. Ja, judo is een binnensport en een contactsport. Ja, en wij weten dat onze leden, dat kregen we ook terug, die wilden heel graag iets doen. En we waren al wel buiten aan het sporten. Maar we merkten ook dat ja, buitensport is anders dan judoën. En ja, zo zijn wij op het idee gekomen om een tent op te zetten. Want ja, een judomat is heel gevoelig voor het weer. Dus die blijft zo beschermd. En als we de tent voor meer dan 50% open doen, ja, dan conformeren wij ons aan de COVID-regels. En daarmee is het buitensport geworden. En kunnen we lekker trainen weer. Hoe lang ben je al bij het judo? 5,5 jaar, net zoals meisje, want wij zijn tegelijk opgegaan. Maar nu voor het eerst in een tent, hoe vind je dat? Het is fijn dat we weer gewoon op matten kunnen judoën. Ook dat we weer met elkaar, ja, dat je gewoon worpen kan doen in plaats van... Want wij deden, ja, eerst deden we buiten op de grond. En nu doen we op de matten en dan kan je wel gewoon worpen doen. Hoe komen jullie eigenlijk aan die tent? Want dat is natuurlijk wel een heel mooie tent. Ja, ja, we zijn ook bijna net zo motorisch net zo goed als circusartiesten. Maar deze tent is van ABL, dus het is een algemeen belang Liemtent. Dus, ik heb contact gehad met PS10. Daar zijn we samen mee opgetrokken. En zo zijn we ook weer bij ABL terechtgekomen. En ja, samen met sponsoring vanuit het wijkorgaan en de parkeergelden van Velder en de gemeente, ja, hebben we dit rendabel kunnen maken. Want ja, zo'n tent is natuurlijk ook niet goedkoop, dat is ook een risico voor ABL. En maar we zijn heel blij dat we, ja, samen hier iets moois van hebben kunnen maken. Het irritantste vind ik wel, want bij de tent nu zitten palen en ik ben daar al een keer tegen aangekomen. Het zou natuurlijk wel kosten kunnen drukken als je hier wat meer sporten in zou kunnen doen. Ja, daarom zijn wij ook meteen aan de slag gegaan. En wij zijn al, we hebben contact gelegd met andere verenigingen in Liemde. Die ook iets binnen doen. Hè. Dus bijvoorbeeld de JAS of een dansclub of wat dan ook. En ja, een aantal van die verenigingen zijn nu aan het kijken wat ze ja, hiermee kunnen doen. De jeugdvakantieweek komt hier ook in de tent. Die zit hier ook jaarlijks in. Die hoeven nou ook niet meer op te zetten. Die kunnen gewoon meteen aan de gang. Als jullie nu tegen elkaar judoën, wie wint er dan? Nou, ik heb heel lang zelf gewonnen, maar Mees die wint nu ook wel steeds vaker eigenlijk. Nou, omdat Mees nu serieuzer begint te judoën en nu wordt hij steeds beter gewoon. Maar wordt deze dan gehuurd door de judoclub of wordt die gehuurd door PS10? Ja, dus we hebben in eerste instantie, hè, hadden we zoiets van we gaan zelf een tent huren. En toen had ik eigenlijk zoiets van dat is niet logisch, want... Ja, als hier meer mensen van kunnen profiteren, is dat beter. Dus uiteindelijk hebben we ervoor de constructie gekozen dat de Piers, want die kan zijn binnenfaciliteiten niet verhuren, die verhuurt die tent aan de mensen die dat ja, graag willen gebruiken. En wij zijn daar één van. Hoe vindt de jeugd het om hier te sporten? Ja, ik ben helaas geen jeugd meer zelf, maar ik heb net zitten kijken. Ja, als ik die lach op de gezicht zie bij alle judokatjes weer, dat is toch wel hartstikke mooi om te zien. Van wat ik net terug heb gekregen is iedereen heel blij dat ze weer ja, hun eigen sport kunnen beoefenen. Wat vind je ervan om in het vervolg heel de zomer, elke zomer, in een tent te judoën? Dat is wel fijn, want in plaats van dan heb je ook weer frisse lucht. In plaats van de hele tijd binnen. Ook, ja, dan, want nu heb ik ook kleren hier onderaan en dat is, ja, dat is een beetje irritant omdat het nu wat kouder is wel. Voor zomeractiviteiten ruikt dit zeker naar meer.